Je dacht dat het geluid niet aanstond, hè? Dan heb je mooi te pakken. En dan zie je gelijk hoe belangrijk audio is. En dat gaan we in deze video behandelen. Wat een heerlijk winterzonnetje, hè? Al die beelden waren geschoten met de Panasonic GH5S. Ik ga hier een aparte review van maken. Die komt ook op dit kanaal te staan. Druk daarom gelijk ook even op die abonneerknop. En het belletje vooral natuurlijk wat ernaast staat ook even aanklikken. Zodat je een belletje krijgt op het moment dat ik die nieuwe video online zet. Goed geluid lijkt altijd zo vanzelfsprekend, maar dat is het echt niet. Toen ik in 2008 overstapte van de Canon 5D naar de Canon 5D Mark II, de eerste spiegelreflexcamera waarmee je kon filmen, moest ik automatisch ook geluid erbij gaan doen, simpelweg omdat dat het belangrijkste onderdeel is van een video. Er wordt natuurlijk altijd gezegd dat je een hele goede video met slecht geluid heel snel uit zal zetten, terwijl je een mindere video met goed geluid veel langer kan uitkijken. En dat is natuurlijk helemaal waar. Om even een voorbeeldje te noemen, dit is de interne microfoon van de camera. En dit is de externe microfoon die hier bovenop de camera zit. Ik zal even laten zien wat ik hier heb. Dit is de Panasonic GH5 met een XLR adapter. Rode NTG 4 Plus en even hier inzoomen. Hier kunnen jullie zien, hij staat nog geen 30 centimeter van mij verwijderd. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de microfoon zo dicht mogelijk bij mij is, waardoor het geluid het beste wordt opgenomen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, nou is het hier nog ietsje te hol en daardoor klinkt het een klein beetje als een echo. Dat wil ik nog een klein beetje verwijderen. Maar laten we eerst nog even naar de andere soorten microfoons kijken. Om even met de oudste te beginnen, dit is de Rode SVM. Dit is de oudste microfoon nog die ik heb. Dat was de allereerste die ik kocht. Die is echt van puur metaal. Beetje gedateerd, weinig opties achterop. En bewaar ik eigenlijk alleen nog maar als soort van herinnering aan vroeger. Dit is de microfoon die ik momenteel het meeste gebruik. Dit is de Rode VideoMic Pro Plus. Hele fijne microfoon. Hij schakelt zichzelf automatisch aan en uit op het moment dat je je camera aan en uit zet. Hij heeft een min 10 en een plus 20 setting achterop. Hij heeft ook eens nog een safety channel en dat is wel een hele bijzondere functie. Mocht je in een situatie zijn waarin het in één keer heel erg varieert tussen heel zachtjes en heel luid en je weet niet wanneer dat gaat gebeuren, dan kan je dat aanzetten op de microfoon en daardoor zal hij op het linkerspoor een audioopname maken die 10 decibel lager is dan het rechterspoor. Heel handig. Daarbij kan je nog eens een keertje het microfoonkabeltje verwisselen voor eventueel van een mini jack naar een XLR. En je hebt een oplaadbare batterij voorin zitten. En mocht je die niet willen, dan kan je er altijd nog twee AA batterijen in doen. Daarbij gebruik ik altijd een deadcat op het moment dat het heel erg waait. Er zijn situaties voorgekomen dat ik hem thuis heb laten liggen. En mocht je zelf zoiets niet hebben, kun je altijd aan denken om bijvoorbeeld gewoon een sok te gebruiken. Mocht ik op een beurs staan of een presentator die eventueel interviewtjes wil afnemen, dan gebruik ik altijd de Rode Reporter. Hele fijne microfoon, omdat hij dus draadloos een signaal kan sturen naar een receiver die bovenop je camera zit. En zoals je hoort, dan is het in één keer een heel ander soort geluid. En ja, het maakt dus niet uit hoe ver die persoon van je vandaan is. Hij blijft dat signaal altijd draadloos naar je camera sturen. En op deze manier, je kent het wel van tv, kan de presentator gewoon in één keer heen en weer gaan als hij een vraag stelt aan de persoon voor de camera. Dan nog een Rode microfoon. Deze video wordt overigens niet gesponsord door het merk, was het maar zo. Ik vind gewoon onwijs goede producten en de kenner onder jullie die weet dat deze microfoon in mijn Canon EOS Filmmaker Kit zat. Simpelweg omdat hij zo klein en zo compact, maar zo onwijs sterk en gelijktijdig ook heel erg betaalbaar. Volgens mij zit hij rond de 50 of 60 euro en dan heb je deze microfoon al, inclusief een deadcat. Dus hij zit op een schokbestendige mount. Daar hangt hij mooi soepel in. En het kabeltje kan er in en uit halen. En daarmee trekt hij ook de voeding uit de camera, waardoor hij dus aangestuurd kan worden. Dit is de microfoon die ik bijna altijd meeneem op reis. Simpelweg vanwege zijn formaat en zijn prestaties. Hij is gewoon bijzonder goed voor zo weinig geld. En eindelijk niet een Rode product, de Sennheiser AVX. Een lavaliermicrofoon, zo heet die kleine jongen die hier bovenop zit. Het is een beetje de industriestandaard als het aankomt om iemand te zenderen. Je gaat 9 van de 10 keer gewoon onder de kleding door en dan vervolgens ergens bij de kraag altijd monteren. Een handige tip daarvoor is altijd de afstand een beetje zo van de duim naar de pink, zodat je een mooi balans hebt qua afstand hoe het geluid wordt opgenomen. Vervolgens zendt dit kastje weer een draadloos signaal uit naar de ontvanger die op de camera zit. En het mooie van dit systeem is dat mocht het te druk zijn op de frequentie die ze automatisch samen uitzoeken, dan gaan ze automatisch samen naar een nieuwe frequentie, waardoor je altijd verzekerd bent van de beste geluidskwaliteit. Dan heb ik nog twee audiorecorders, de Zoom H1 en de Zoom H4N. Wat een naam jongens, H4N, maar goed. Van de H1 is er inmiddels een nieuwe uitgekomen. Deze heb ik echt al sinds 2008, dat was de eerste audiorecorder die ik kocht.
Je kan zien, hij is ook een beetje gebutst. Maar ja, die kan ik nog te pas en te onpas gebruiken. De H4N is een enorme batterijslurper. Echt, er gaan hier twee AA batterijen in. Maar die gaan zo gigantisch hard dat je daar echt gigantisch veel van bij je moet hebben. Het fijne is dat hij hier in die microfoons hebt zitten. Daarbij kan je nog eens een keer je XLR aansluitingen doen. Hij kan meerdere kanalen tegelijkertijd opnemen. Hij is gewoon een hele professionele audio recorder. En ja, weet je, die koop je één keer, die stop je in je tas. En wat ik zeg, die heb ik ook al jaren. Die gaat echt niet zomaar weg. En tijdens mijn opnames monitor ik altijd alles door middel van deze Sony DJ headphones. Die heb ik ook al behoorlijk lange tijd. Ik denk dat je dit ook wel kan zien. Misschien moet ik eens een keertje een nieuwe kopen. Maar goed, ze bevallen gewoon heel erg goed. En ze zijn heel erg makkelijk op te vouwen, waardoor die wederom weinig ruimte inneemt op het moment dat ik op reis ga. In de studio speel ik alles af over twee Genelec speakers. Die worden aangestuurd door een Audient ID14. Dat is een externe geluidskaart. Maar ja, dat blijven maar twee speakers. Wat nou als je er 21 zou hebben? Dit is de Porsche Panamera Turbo Sport Turismo met een 4 liter V8 en 550 pk. En inderdaad, dat klinkt best lekker. Maar daar gaat het in deze video niet om. In deze auto zit een Burmeister High-End 3D Surround System. Die heeft een totaal muziekvermogen van 1455 watt. 21 individueel aangestuurde speakers. Die bestaan uit 4 woofers, 7 midrange speakers, 2 breedband speakers, 7 tweeters en 1 subwoofer in de kofferbak. En hoeveel ik ook van audio weet, op het moment dat het op muziek aankomt, is het natuurlijk belangrijk dat ik iemand erbij haal die er net iets meer van weet. Mag ik aan jullie voorstellen? Bas van Putten. In 1989 behaalde hij cum laude zijn doctoraal muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien werkt Bas als schrijver, muzikoloog en autojournalist. Naar mijn idee de perfecte persoon om samen het geluidssysteem in de Panamera te testen. Bas, ja. We hebben 1500 watt, 21 speakers. Mm-hmm. Een auto is natuurlijk de ideale gelegenheid natuurlijk om goed muziek te luisteren. Omdat je zit relatief dicht bij de speakers. Het is goed geïsoleerd. Mm-hmm. Nou is de vraag, denk je dat we gaan merken dat we een audio-installatie van om en nabij de 6.000-7.000 euro hebben? Ja, dat denk ik wel. Kijk, die high-end installaties die premium fabrikanten en topmodellen leveren, die zijn wel iets waard hoor. En dit is een van de duurste systemen, geloof ik. Maar het kan nog duurder, hè? Rolls-Royce, Bentley. Goed. Die hoeveelheid luidsprekers. Het feit dat je 3D bent omringd door geluid. Dat maakt al veel uit. Plus dat je in een compacte ruimte zit. Het nadeel. En wat je ook investeert in speakers en in versterkers. Ik bedoel, ik geloof dat ze bij Naim gaan ze tot 2200 watt of zo. Je krijgt boven de 120 km per uur te maken met bijgeluiden. Die bijgeluiden, dat zijn de windgeruizen rond de aanstel. Dat zijn afrolgeluiden van de banden. Dat is de motor. Hoewel in minder sterke mate dan vroeger. Ja. Hè, want die auto's zijn natuurlijk veel stiller geworden. Maar je krijgt er last van. En daar blaas je ook met 2200 watt niet tegenop. Ja. En dat is met popmuziek niet zo'n probleem. Hè, want dat ramt er altijd wel doorheen. Als je Rammstein of wat dan ook, een hard rock. Je halfwoordse komt er wel. Of hiphop, dat beukt er wel doorheen. Maar mijn métier is natuurlijk klassieke muziek. En klassieke muziek bestaat bij de gratie van extreme dynamische verschillen. Dus het is, hè, als je naar Wagner luistert of naar Mahler of naar Bruckner. Het is of extreem luid of extreem zacht. En alle tussentinten. Juist. Dat is moeilijk. Dat is natuurlijk ook even de reden waarom we stilstaan en niet gaan rijden. Ik heb 3 nummers voorbereid. Dan is al de eerste waarschijnlijk het meest. Die sluit gelijk aan wat jij al zei. Even kijken hoe die bevalt. Walkurenrit.
Nu hebben we de 3D Surround Bluetooth audio met versterker aangezet. Dat in ieder geval, ondanks dat natuurlijk Bluetooth gestreamd wordt, wel de allerhoogste kwaliteit. Precies, je hebt maximale ruimtelijkheid. Het rare is, je hebt wel dat ruimtelijke effect van luidsprekers rondom. Maar toch heb je het idee dat je het geluid alleen van voren hoort. Wat ze knap doen, hè, maar dat doen alle fabrikanten die met high-end fabrikanten in zee gaan. Die center fill, hè, waardoor je zit in een auto. Dat is het grote nadeel, afgezien van dat omgevingsgeluid. Je zit in een auto altijd asymmetrisch in het stereobeeld. Dus je zit links of rechts. Dat geldt voor voor of achter. Hè, tenzij je achter in het midden zit. Maar dan kun je... Nee, dat kun je niet echt. Nee. Oké, dus dat is echt een probleem. Nou, dat corrigeren ze kunstmatig door in het midden van een dashboard een luidspreker in te bouwen die dat effect van asymmetrie neutraliseert. Dus je hebt, of je nou hier of daar zit, je hebt altijd het gevoel dat het geluid recht voor je is. Yes. En je het maximale stereo effect hebt. Nou, dat komt heel goed over. Ik heb een aantal weken geleden heb ik de Cayenne turbo gereden met een vergelijkbaar Burmester systeem. Of een vergelijkbare prijs, vergelijkbare specs. Ook 21 speakers. En die vond ik smoother, minder agressief. En dat merk ik natuurlijk omdat ik eigenlijk alleen, afgezien van Rammstein, klassieke muziek draai. Kijk, niet alleen het geluid in deze auto is ruimtelijk. De muziek zelf is dat ook. Hè. Je hebt een heel groot orkest met heel veel verschillende soorten instrumenten. En dat geeft dus een heel gedifferentieerd geluidsbeeld. En in zo'n auto vlakt ook zo'n hoogwaardige installatie van Burmester dat wel enigszins af. Ja. Dus er vindt een soort van neutralisatie plaats van een buitengewoon rijk gelaagd geluid. Afgezien daarvan is het ontzettend goed. Dan is het volgende nummer. Ik zet hem ietsje zachter omdat ik weet dat hij hard begint. Ik herken het. Ik vond het vooral zo mooi omdat hij zo hard begint. Ja. Dit zijn heel gevaarlijke momenten. Hè? Zo'n dat keihard messcherp inzettende koper. Hè? Als zo'n installatie dat niet kan verwerken, dan ben je het kwijt. Als je dit probeert met een simpel installatietje in een golf, dan is het verschrikkelijk. Ja. Dan gaat het ook vervormen. Het zijn natuurlijk ook zulke sterke signalen. Ja, dat is een enorme bak herrie. Dan heb ik er nog eentje en dan is het eigenlijk, omdat het even een andere genre is, even te kijken hoe dat is. Mooi. Ja, 1465 volt was het, hè? Ja. Weet je wat je merkt? Dat het ding hier toch voor gemaakt is. Hè? Ja. Het is zo'n ontzettend vet vol geluid. Ja. Ik denk dat de engineers ook meer met dit soort muziek hebben gewerkt dan met klassiek. Ja. Die bas, die is geweldig. Het is echt, dit is een oudere opname natuurlijk. Ja. Maar bekkens bij drums, dat is ook zoiets gevaarlijks. Zeker bij oude hardrock platen, dan gaat dat ontzettend sissen. Weet je wel, dat is echt kloten, alsof je op een oude transistorradio zit te draaien. Dat is echt shit. Hè? Maar zo'n elektrische gitaar, die staat echt. Dat is een soort staalmassa in dat geluidsbeeld. En dat is op zich, als je ervan houdt, is geweldig. Maar nu is dit systeem om en bij de 6.000-7.000 euro. Meer dan 80% van Panamera-kopers zetten toch zo'n systeem erop in plaats van het standaard systeem waar het mee geleverd wordt. Verbaast me niks, want je wil all the way. Ja. 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 Zou jij zou het dus ook doen? Ja, als je een auto koopt, natuurlijk doe je dat. Maar het hangt er een beetje van af wat je draait. Kijk, als hier voor een kwart van de prijzen een Bose in had gelegd met 300. Ja, standaard zit hij voor mij met 15 of 16 speakers. En inderdaad iets minder wattage. Dan kom je er ook wel, hoor. Het Wagner-probleem los je alleen op met deze Burmester. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Als het zo is, druk dan even die blauwe duim omhoog. Ook abonneren als je dat niet hebt gedaan. En het wordt tijd dat ik weer even wat terug doe richting jullie. Omdat het aantal abonnees blijft maar groeien. En dat vind ik echt heel erg leuk om te zien.
Ik ga deze Pepperdex DJ Oklet weggeven aan de leukste reactie onder deze video. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitsprak, maar het is dus een pocket size audio mixer. En daarmee kan je twee signalen, of dat nou van een tablet en een telefoon is, of twee telefoons, of nou ja, maakt niet uit wat. Kan je twee audiosignalen met elkaar mixen. Dus heel erg leuk voor de beginnende DJ. Laat even een reactie achter en ik zorg dat die bij jou terechtkomt. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!